Yo gasten, Gamo's hier, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag is het eindelijk zover. Ik ga maps testen die jullie hebben gemaakt. Want ik had namelijk in mijn Instagram story dit geplaatst. Het is zover, ik ga maps van jullie testen in Brawl Stars. Stelde niet heel veel voor, maar het was gewoon even een korte duidelijke uitleg dat ik jullie maps ging testen. En de mensen die mij daarna redelijk snel een berichtje hebben gestuurd, die maps gaan we testen. En ik ben echt benieuwd of er een paar hele vette maps tussen zitten. Ik ga er wel vanuit, maar daar gaan we deze video achter komen. En als jullie er ook zin in hebben, smash dat duimpje omhoog bij de 5000 likes. Zorg ervoor dat er een keer een deel 2 online komt. En vergeet ook niet te abonneren. En mocht je Bowser Army kleding willen kopen, dan kan natuurlijk. Ga naar www.bowser.nl en koop je eigen shirt. En als je mij ook op een andere manier wil supporten, wat minder geld kost, kan je gewoon de code Bowser invullen. Kost je niks extra's. En dan support je mij ook een beetje mee. Maar ik ga eventjes door mijn Instagram stories of Instagram reacties heen. En dan ga ik even op zoek naar een leuke map. En dan ga ik die joinen. Oké, ik ben iemand gejoind. Eva Bouws. Oké, ik heb geen idee wie. Oh, 20.000 trofeeën. Dus dat is best wel veel. De eerste map die ik tegenkwam, ben ik gewoon gejoind. Het is een 1 versus 1 map. Oké, spouw je dan niet meteen bij elkaar? Ik heb geen idee. Oké, maar we gaan het gewoon lekker spelen. En we zien het wel. Ik zal wel eventjes gaan praten. Ik zie jullie wel op het moment dat we een potje gaan beginnen. Wat een held. Ik heb ook jouw merch gekocht. Kijk, zo mag ik het horen. Heerlijk. Maar ik ga een 1 versus 1 doen tegen Eva Bouws. En dan gaan we eens kijken of ik kan winnen. Met de Bee. Welke gadget? Of wat? Oh ja, dat is met die bijtjes die rondvliegen. Die is wel echt heel vet. Die nieuwe gadget is ziek nice van Bee. We gaan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Maar ik denk dat we bij elkaar spawnen. Dat denk ik wel. Ik denk dat zij hier zo spawnt. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad het geval. Dus op zich is het wel vet. Want je hebt die zeg maar allemaal delen. En je kan dit met z'n tienen spelen. En dan heb je allemaal je eigen arena. En daarin moet je 1 versus 1 spelen. Ik ben erg benieuwd of ik dit kan winnen. Oh, dat was een eerste. Oké, ik heb nu ook een super shot. Ik wil eventjes healen. Want als je nu een super shot raakt. Kijk, met deze super shot die ik heb. Oh, dit is wel even uitkijken. Oh ja, want. Oh, daar. Ik ga nu ook mijn gadget inzetten. Ik wil eigenlijk. Ja. Oh, no way. Oké, die shield is hier van weg. Ja, ik heb gewonnen. Die gadget is echt OP. Maar dat is het idee van deze map, denk ik. Je hebt allemaal een eigen arena. Want je ziet allemaal arena. Rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder. En in het midden, daar ga je 1 versus 1 vechten. Dus je kan met z'n tienen dit spelen. En daarna heb je 5 mensen over. En die gaan dan tegen elkaar strijden. Ik vind het een leuk idee. Leuk bedacht deze map. Maar ik ga wel door naar de volgende map. Want ik heb vet veel mensen die op mij zitten te wachten. Dus ik zie jullie bij de volgende map. Oké, ik ben een nieuw iemand gejoind. Dit is een knokbal map. Oké, nice. Ik ben gewoon Pindanoot gejoind. Hij had een andere code gestuurd naar mij van een andere map, volgens mij, of een screenshot van een andere map, zo moet ik het zeggen. Ja, deze map had hij gestuurd. 5 versus 5 met water in het midden. Dit ziet er wel echt heel vet uit. Ik zal wel eventjes gaan praten. We kunnen ook 1 versus 1 doen, kan ook, maar wel echt vet gemaakt. Eventueel zou 5 tegen 5 ook kunnen. Oké, 1 versus 1 kan ook. Ja, dat is eigenlijk net zo makkelijk, want dan hoeven we niet allemaal mensen uit te gaan nodigen. Heeft hij hoge knokkers? Hij heeft geen knokken volgens mij boven de rank 25. Maar wel alles rank 20. Dus dat is ook best wel netjes om eerlijk te zijn. Dus op zich prima Brawl Stars speler. Ik ben benieuwd. Oh, ik mag weer kiezen. Ik mag elke keer. Ik doe Frank. Ik doe Frank. Dat is echt zo'n knokken waar je eigenlijk niks mee kan. 1 versus 1. Dat komt zeker in de video. Oké, let's go. Hier gaan we dan. Het is wel echt een vet idee. Je hebt dus water in het midden. En in het midden heb je 1 doorgang. En daar kan je tegen elkaar vechten. Ik vind het concept echt heel vet. Helemaal als je natuurlijk 5 tegen 5 speelt. Maar je zou dit ook 2 tegen 2 kunnen doen. 3 tegen 3. Het kan allemaal. Ik ben erg benieuwd wie gaat winnen. Frank is zo lastig knokken om echt mee te gaan spelen. Maar het voordeel is, als je eenmaal je super hebt met Frank, dat je dan wel een kans maakt. Oké, hier kan ik even een hit. Hier kan ik nog een hit. Hij heeft nu zijn super. Boom. En ik zal mijn gadget inzetten. Hij zet zijn gadget te laat in. En ik heb gewonnen. Nice. Met erg goed. Ik zal trouwens even beoordelingen gaan geven. Dat is misschien nog wel leuker. Eerste map, die 1 versus 1 map, die geef ik als cijfer een 7. Gewoon een leuk idee. Deze map geef ik als cijfer een 8. Het is goed in elkaar gezet. Idee is vet. Je kan dit met meerdere mensen spelen. Je kan 2 versus 2 doen, 3 versus 3, 1 versus 1. Het kan allemaal. En met dat water in het midden maakt het ook spannender. Want je hebt 1 doorgang waar je allemaal tegen elkaar gaat vechten. Dus echt een vet concept. Dus
Nice, een 8 als cijfer. Maar ik ga door naar de volgende map. Oké, ik weet iets leuks. Ik ga nu iemand joinen die een code heeft gestuurd zonder echt iets erbij. Dus geen screenshot, dus ik heb geen idee wat ik ga treffen. Misschien is het helemaal drie keer niks, maar misschien is het ook wel heel nice. Ik heb geen idee. We gaan erachter komen. ZY. Als het goed is deze het. Ja, dit is hem. Hij is offline. Hij is offline, ja. Nou, sorry Roger. Of je hebt dikke pech, Roger. Je had kans dat ik jouw map ging testen. Maar helaas, pindakaas, je bent niet online. Dat is jammer. Oké, nou, we gaan weer door naar iemand anders. Oké, ik ben nu weer iemand gedoe. Hé, YOLO. Lol, die zit in de bouwzaak. Yo, ik wist niet eens dat hij dit was. Ik dacht nou, ik join weer iemand. En dan toevallig is het gewoon YOLO. Wat? Dit is wel echt heel bizar. Die kerel is zo actief, jongen. Dat is echt wel respect. Want hij is echt bij elke minigame, hij is altijd aanwezig. Dus shout-out naar jou, YOLO. Maar we gaan dus een map van hem testen. Ah, ik snap het al. Het is de account van zijn broer, dus het is het broertje van YOLO dan. Het is Piper, daarmee wil hij gaan spelen. Vind ik helemaal goed. Ik vind Piper echt nice. Maar de map die hij heeft gemaakt is wel echt super vet. Het is ook 5 versus 5. In het midden heb je hekjes en daar mag je denk ik niet voorbij. En je kan dus ook 2 versus 2 doen, 1 versus 1, 5 tegen 5. Het kan allemaal. Het gaat sowieso heel vet worden. Ik druk op, ik ben klaar. En dan gaan we hier ook even een potje in spelen. Dan ben ik benieuwd of ik dit kan winnen. Maar die hekjes maken het wel leuk. Zelf had ik dit ook gedaan alleen dan met water in het midden. Maar met hekjes kan het natuurlijk ook. Ik ben benieuwd waar YOLO loopt. Oh, YOLO heeft dezelfde skin als ik heb. Ik wil natuurlijk wel winnen. Ik ga sowieso mijn best doen. Maar wel echt een nice map. Ik moet nog even nadenken over de cijfer. Maar hij gaat sowieso niet lager worden dan de maps die ik hiervoor heb getest. Hij doet natuurlijk extra damage nu. Vanuit die bosjes. Dus dat is wel een nadeel. Ik wil eigenlijk één keertje hitten en dan mijn gadget. En dan mijn gadget. Oh, no! YOLO was net wat eerder. GG. Goed gespeeld. En dat betekent dat ik net heb verloren. Maar ik geef deze map als cijfer een 9. Ik vind dit soort maps dat je gewoon 5 versus 5 kan doen. 3 versus 3. En met zo'n hekje of water in het midden echt heel vet. En het is ook goed uitgevoerd. Het ziet er gewoon heel super vet uit. Dus daarom krijgt deze map een 9 als cijfer. Maar ik ga door naar de volgende map. Oké, ik ben weer door naar Yari Star. Ik heb geen idee wie. Oeh, hij heeft best wel veel trofeeën. Hij heeft gewoon 24k. Dat is netjes. Ook een paar 25 knokkers. Of was dat alleen de bol? In ieder geval, veel trofeeën. Dus dat is nice. En ik zag een lijpe map. Hij heeft ook een Among Us map gemaakt. Zie ik. Dat is echt nice. Die Among Us minigame, die vond ik zelf echt super vet. Maar ik zag ook best wel wat mensen die ook daarmee waren begonnen. En dit is dus er één van. Oh, heel nice gemaakt. Heel nice gemaakt. Oké, om deze map te testen doen we het iets makkelijker. We hebben 1 evenwicht en ik ben als Max de imposter. En ik mag niet tussen de dingetjes door. Oké, ik mag heel eventjes hierheen. Hij maakt ook al dingetjes kapot. Oké, maar ik als Max moet natuurlijk alles kapot zien te krijgen. Ik denk dat hij als idee had dat ik hier niet tussendoor mag. Maar ik kan hier dit wel kapot maken. Want dat had ik ook in mijn video. Dat je zeg maar niet tussen de dingetjes door mag. Maar wel echt heel vet gemaakt deze map. En hier ook dat je hier zo langs de muurtjes bij het water van die skeletjes hebt. Ziet er ook heel vet uit. Echt, echt ziek gemaakt. En alles is ook haalbaar. Want daar moet je ook bij nadenken. Dat alles haalbaar is en dat het een beetje eerlijk speelt. Ziek gemaakt. En ik vind het leuk om te zien dat ik zeg maar dan andere mensen hier ook op ideeën kan brengen. Door zeg maar op deze manier dit soort maps te maken. Maar ziek gemaakt. In principe kunnen we wel een eind hier aan maken. Want dit gaat verder niet meer lukken. En oké, okay, jij loopt daar zo. Hallo. GG. GG, GG. Ik zie jullie zo meteen weer als we bij een volgende map zijn. Maar deze vond ik wel echt een van de vetste tot nu toe. Oké, ik ben weer een nieuwe map gejoind. Hey, hier zitten 2 mensen in. Het ziet er best wel vet uit. In het midden heb je veel bosjes. En je spawnt gewoon allemaal op andere plekken. En ik denk dat dit gewoon een, piebelwereld heet deze map. Wat slecht. Oké, maar we gaan gewoon lekker spelen. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. Oké, let's go. Nieuw potje in een nieuwe map met nieuwe mensen. Ik ben benieuwd. We zitten trouwens nu met z'n 4 in deze map. Dus het is eigenlijk met z'n 4 tegen elkaar. Volgens mij heb je geen kistjes als ik het zo zag. Maar ik weet het goed gemaakt. Ik ga gewoon meteen naar het midden. Eigenlijk moest ik een bol wezen of zo. En dan naar het midden gaan.
Dat was helemaal een goed idee geweest. Maar we kunnen hier misschien al een kill maken. Oké, okay, nu ben ik in... Oeh, het is dat Leon weer wegloopt. Maar er liggen dus wel hier en daar krachtpunten. Oh, ik wist niet dat er krachtpunten lagen. No, ik heb helemaal geen krachtpunten. Oké, okay, weet je wat? Ik ga eventjes weg hier. Ik ga eventjes naar de hoekjes lopen. Oh, kijk, daar... Ah, daar zijn wel krachtpunten. Maar hoe kom je hier dan? Dan moet je omlopen. Oké, okay. Oh, die krachtpunten daaronder kan ik niet meer te pakken krijgen. Het is wel een risicootje hoor, om deze krachtpunten te pakken. Want ze zitten echt helemaal in het hoekje. Dat is wel leuk. Dus om krachtpunten te krijgen, moet je risico nemen. Normaal denk ik dat als je met z'n tienen speelt, dat hier ook mensen spawnen. Dus dan is het wel wat makkelijker. Maar voor nu is het wel leuk. Hier lag nog een krachtpunt. Ah, die ligt erachter. Die kan ik niet meer pakken. Ik ga eventjes mijn super ISO laden. En dan ga ik zo meteen hier in het midden even bosjes weghalen. Want ik kan momenteel helemaal niks. Ja, weet je, ik speel nu met kijkers. Ik wil natuurlijk winnen ook. Ik ga ze echt niet laten winnen. Sowieso niet. Ik ga mijn uiterste best doen. En Leon is wel een gevaarlijke knokker. Dus dat is wel een beetje balen. Ik zal hier even de boel weghalen. Ja. Echt heel veel ben ik er niet mee opgeschoten. Of ik moet even een gebied helemaal afschermen. Daar zo. Dan maak ik misschien iets meer kans. Oké, okay, Nani heeft al, superkiller 2010 heeft al een kill gemaakt. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik kan hier misschien olie neergooien. En oké, okay, dan heb ik hier iets meer een gebiedje van mezelf. En oké, okay, volgens mij zijn ze daarboven nu aan het vechten met elkaar. Maar ik heb in ieder geval gebied, dus als hier nu iemand komt, dan kan ik in ieder geval zien aankomen. Oké, okay, Nani is er nog. Oh, daar komt de super van Nani. Ik ga hier zo heen. Hij weet nu denk ik nog steeds niet dat ik hier zit. En ik ga nu hier mijn olie op hem gooien. Eens kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Ja hoor! Ik zei toch, ik ga niet zo ver opgeven. Ik wil winnen. Goeie, leuke map. Gewoon nice gemaakt. Ik geef hem als cijfer een 8. Maar ik ga nu weer door naar de volgende map. Want ik kan nog meer maps testen. Dan ben ik benieuwd wat we nog weer gaan tegenkomen. Oké, okay, ik ben ondertussen weer een nieuw iemand gejoind. Namelijk Patatje Patatje. En je kan het niet voorstellen, maar hij zit in een club die Patat heet. Volgens mij houdt Patatje Patatje wel heel erg van patat. Mooi man. Nee, wat voor map heeft hij gemaakt? Het is een doolhof. Ziet er vet uit. Ik ben erg benieuwd hoe die speelt. We gaan hem spelen. En dan ben ik benieuwd wat hier terecht van gaat komen. Oké, okay, we doen een 1 versus 1. En Patatje Patatje wou graag met de boel spelen. Nou, dan spelen we met de boel. Oh, dit is echt een lijp doolhof. Hoe gaan we ooit elkaar vinden? Dit wordt echt chaotisch. En als je elkaar vindt, moet je denken... Bam, 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 bam. Vet snel achter elkaar schieten. Maar ik vind dit soort maps wel echt geniaal. Een beetje van die doolhoven. En ja, dan moet je elkaar maar net toevallig tegenkomen. Een boom was ook wel grappig geweest. Maar ik ben benieuwd waar die is. Ik denk dat die linksboven was gespawnd. Dus ik ga even hierheen. En dan ga ik naar linksboven. Ik had trouwens veel beter een andere gadget kunnen gebruiken. Dat ik extra levens erbij kreeg. Maar daar ben ik nu te laat voor. Ik heb geen idee waar ik heen moet lopen. No way. Oh, daar is hij. Oh, no, 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 no. Oh, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Hij weet nu niet waar ik loop. Hij weet nu niet waar ik loop. Oh, er liggen dus hier en daar krachtpunten. Oké, okay, ik ga nu mijn super inzetten. En, oké, okay, nee, ik heb hem niet. Oh, hij komt er nu aan. Hij komt er nu aan. Hij komt er nu aan. Oh, 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 oh. Hoezo kreeg hij krachtpunten? Ik ga even naar de zijkant. Ah, nee, als er nog krachtpunten ergens lagen, dan liggen die er nu niet meer. No. Waar heeft hij die krachtpunten vandaan dan? Nou, hij heeft deze map ook gemaakt, dus hij zal het vast... Natuurlijk ja, weet hij het beter dan wat ik dat weet. Want weet ik veel waar die krachtpunten zouden moeten liggen. Maar de enige kans hoe ik dit kan winnen, is eigenlijk dat ik hem met een surprise attack. Ja, dat is de enige kans. Maar ik ben benieuwd waar die is. Ik vind het een leuke map. Ik geef hem nu al een cijfer 9. En als ik win, geef ik hem een 10. Nee, dat is eigenlijk oneerlijk. Nee, ik hou het gewoon op het 9. Ook al win ik of verlies ik. Dat maakt niets van uit. Maar ik loop nu een beetje rondjes. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat we allebei rondjes lopen. En dat we gewoon tegen elkaar, tegen de richting inlopen. Dat we elkaar gewoon nooit gaan tegenkomen. Of zou die hieronder rechts lopen? Ik heb geen idee waar die loopt, joh. Ik heb geen idee. Dit is wel de doorgang van onder en boven. Dus hij zal ergens moeten zitten. Weet je wat? Ik zie jullie weer op het moment dat ik hem vind. Oh, hij dan net op dat moment. Oh, dood. 200
87 leven, zij heeft net gewonnen. Oh. Als die minder krachtpunten had gehad, dan was het misschien wel gelijk spel geworden. Maar wel een leuke map, echt leuk. Maar we testen nog één map en dan wordt de laatste map van vandaag. Oké, gelukkig deze keer was wel online. Ik was hiervoor tegen iemand, of toen had ik iemand gejoined en die was er wel, maar toen ging die offline. Hij zei ook niks, dus waarschijnlijk zat hij er ook niet achter. Oké, hij wou me als vriend hebben. Ah, weet je, dat mag wel, dat mag wel. Het is wel echt lijp. Zo'n dikke skelettenkop in het midden. Het is wel echt lijp gemaakt. Oké, we doen er wel een 1v1 en dan sluiten we daar deze video mee af. Maar het ziet er wel vet uit. Trouwens, wat wel grappig is, ik keek even bij zijn profiel. Hij heeft 16.000 trofeeën, dat is best wel dik. Maar hij is ook voorzitter van de Bowser Army. Dit is wel echt de fans van Gamer. Ah, wat een held. Je bent een held. Dikke shout-out naar jou voor degene die deze map en deze club heeft opgericht. Er zijn trouwens zoveel Bowser Army's, is echt niet normaal. Ember, helemaal prima. Dan gaan we met Ember 1v1 spelen. Oké, let's go. Hier gaan we dan. Ember versus Ember in de laatste map. En trouwens, het grappige is... daar is hij al. Je zag natuurlijk het skelet. Die zag je als je de map overzicht had. Maar nu zie je eigenlijk helemaal niks. Ik moet hier even uitkijken. Ik zal mijn gadget even in gaan zetten. Dan kan ik ondertussen wat mijn super laden. En hij moet nu uit gaan kijken, want anders gaat hij misschien dood. Oké, hij zet daar nu zijn gadget in. Ik zal hier even de boel in de fik zetten. Hij zit hier ergens in de bosjes. Ik blijf gewoon vuren en ja, oké. Dat is dus iets wat je niet moet doen bij Ember. Naar hem toe rennen op het moment dat Ember aan het vuren is. En hebben we dit potje ook gewonnen. Maar wel GG's. GG's. Leuke video vond ik dit. Ik denk dat ik het sowieso vaak ga doen. Bij de 5000 likes doe ik het sowieso nog vaker. Maar echt, ik vond het echt leuk. En de maps die jullie hebben gemaakt waren ook echt nice. En ik geef deze gewoon als cijfer ook nog een 8. Gewoon omdat het best wel veel moeite is om zoiets mooi te maken. En dat helemaal gewoon in de map goed neer te zetten. Dus dat is best wel lastig om eerlijk te zijn. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bowser Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bowser.nl en word lid van de Bowser Army. Let's go!